Assalamu alaikum, dag iedereen. Ik hoop dat alles goed gaat met jullie. Welkom bij een nieuwe video van Foodari. Vandaag inshallah gaan wij groepsdelpee met jullie voorbereiden. Dat is een dessert op basis van oud brood. Het is een heerlijk recept, al zeg ik het zelf. Ik hoop dat jullie het zullen uitproberen. En vergeet vooral niet op like te klikken. Zodat het bij veel meer mensen... zodat de video bij veel mensen terechtkomt. Ik heb hier één glas dus oud brood, dus dat ik geroosterd heb. Totdat het eigenlijk tot droog is. En dan vermalen. En gewoon tot paneermeel. En één glas pinda's. Één glas eieren. Één glas, dus de helft gesmolten boter en de helft zonnebloemolie erbij. En een kwart glas suiker. Ik heb hier een glas gebruikt. En 3 eetlepels sham. Zonder stukjes. 1 vanillezakje. En 10 gram bakpoeder. Ik heb hier een glas gebruikt waar 200 milliliter in gaat. Daarmee heb ik dus mijn eieren. Dus de glas waar je... Dus je pakt een willekeurige glas in huis. En daarmee meet je je eieren. Zo weet je hoeveel eieren je gebruikt. Dus ik heb hier een glas gebruikt waar 3 eieren in gaan. En daarmee heb ik dus ook gewoon direct mijn andere ingrediënten mee gemeten. Dus om te weten, want het verschilt ook een glas. Want dan kan je wel zeggen 3 eieren. Maar ja, je kan misschien waarschijnlijk een glas gebruiken waar bijvoorbeeld 250 milliliter in gaat. Dan zal dat niet hetzelfde zijn. Dus altijd eerst je eieren wegen of ja, meten met een glas dat je neemt. Dus je pakt een glas en dan doe je je eieren erin. En zo weet je dus hoeveel eieren je gaat nodig hebben. En met dezelfde glas meet je alle ingrediënten. Dus ik doe mijn eieren, suiker, vanillesuiker. En al te snufjes zout hoeft niet, want het is oud brood, dat is al zo zoutig. En dan kloppen we dat op. Normaal gezien, het hoeft niet zo opgeklopt te worden zoals ik heb gedaan, maar ik was bezig met andere dingen. Dus het gaat erom dat de suiker goed opgelost is. En dan kun je eigenlijk de rest van de ingrediënten erbij doen. En dan doen we gewoon, zoals ik al zei, de rest van de ingrediënten erbij. En dat was het. Het is heel simpel allemaal. En dan bakken. Maar ik moet je zeggen, echt, want ik heb zo vaak oud brood dat ik weg moet doen. Dan is dit toch een hele... dat is een recept dat wel handig is om te maken. En om je oud brood niet te verspillen. Sowieso oud brood kun je ook gebruiken voor paneermeel, wat ik ook heel vaak doe. Maar ja, op een gegeven moment zal dat toch te veel zijn. Dan moet je het wel wegdoen namelijk. Maar dit recept is super. Dus ik hoop dat jullie ze zullen uitproberen. We doen die dus in een ingevette bakvorm. En dan bakken we die gewoon zoals je een normale cake bakt. Ik heb ze op 160 graden gebakken. Met de onderkant aan van de oven. Want die van mij, mijn oven, gasoven, die gaat niet zowel aan de bovenkant en aan de onderkant. Dus eerst aan de onderkant gedaan. Totdat de zijkanten mooi bruin zijn geworden. En heb ik de bovenkant aangezet. En hebben we ook een siroop nodig. Maar zoals ik altijd al aangeef bij mijn recepten. Ik heb hier honing gebruikt. En die ik met water verleng. Maar gebruik 2 glazen suiker en 4 glazen water. En dat ongeveer 15 minuutjes laten inkoken. Met een schijfje citroen erin. En op het laatst doe je een klein beetje oranje bloesemwater eraan toe. En dat laat je koud worden. Heel belangrijk. Dus een van de belangrijkste punten is. Het moet altijd als je cake warm is, moet je siroop altijd koud zijn. En andersom ook. Dus het is niet warm op warm. Het is altijd koud op warm. Dus in dit geval was mijn siroop koud. En mijn cake was warm. Dus net in de oven. Dan doe ik mijn siroop erop. En dan laat je het best tot de volgende dag. En dan kun je dat eten. Dan zal dat veel lekkerder zijn van smaak. Want er wordt al die siroop goed ingetrokken in jouw groepsdelpee. En het is super lekker. Ik hoop dat jullie het zullen uitproberen. En tot de volgende video inshallah. Dan kom ik weer met een nieuw recept. Laat jou kom op slammen.